De pindaprikker. Voor als jullie thuis pindas willen rijgen, hebben we wat leuks bedacht. Ik denk dat je hem bijna klaar hebt. Een plankje met een spijker erdoor. En dan prik je handen goed om de pinda heen. En dan druk je hem erop. En dan heb je een gaatje. Pak je een touwtje. En een stompe naald. Oh. Ook. Je moet er wel goed in doen natuurlijk. Ik zelf maak altijd voor de kinderen even een knoopje eraan. Want anders blijf je namelijk naalden om het draadje heen trekken. Dat schiet niet op. Een stukje touw overhouden. Zodat je hem ook ergens aan vast kunt knopen. De eerste pinda die doe ik even met een knoopje. En dan kunnen de kinderen verder met prikken.